Welkom bij de zesde week van het grote vaste. De week die in teken staat van de blind geborene. Dit verhaal gaan we koppelen met Abuna Michail el-Bahiri. Vorige week hebben we gekeken naar Abuna Michail Ibrahim, dat was de priester. Deze week gaan we kijken naar Abuna Michail el-Bahiri, die was een monnik. Het verhaal van de blind geborene. De naam zegt het al. Er was een man, die was blind geboren. Hij zat aan de tempel en ja, niemand die hem eigenlijk kan of kon helpen. Totdat hij in aanmerking kwam met Jezus. Deze man was blind geboren, hij had niet eens ogen überhaupt. Wat deed Jezus? Hij pakte zand uit de grond, spuugde erop en zette het in zijn ogen. Hij gebood aan hem dat hij zijn ogen moest gaan wassen en daarna had hij gloednieuwe ogen. En dan hebben we Abuna Michail el-Bahiri. Eveneens een man vol liefde voor Christus. Zijn ouders waren op zijn jonge leeftijd overleden, maar hij groeide nog steeds op in Gods vrezen. Hij bad veel, hij vastte, hij gaf aan de armen, hij was nederig, hij was een man van God. Abuna Michail staat ook vooral bekend om zijn discipelschap. Hij was namelijk een discipel van Abba Ibrahim el-Fayyumi, eveneens een bekende man die heel gul was naar de armen. Dus hij leerde heel veel van hem, dus waaronder dus die gulheid. Hoe deed hij dat bijvoorbeeld? Toen hij in het klooster was, kwamen mensen naar hem toe, gaven hun boeken aan hem toe om ze te binden. En hij accepteerde wat ze er maar geven als beloning. Het bedrag maakte hem niet uit. Maar alles wat hij kreeg, gaf hij aan de armen. Alles wat hij had, niks was van hem. En hij gaf het weg. Door zijn enorme liefde voor Christus. Hè, doordat hij gul was, veel aan het bidden was, veel vasten. Had hij genade gevonden in de ogen van God. God schonk hem deugden, schonk hem de genade, de mogelijkheid om duivels en demonen te bedrijven. En mensen kwamen naar hem toe en terwijl hij zijn hand op hen legde, werden ze genezen, terwijl dat medicijnen niet konden doen. In dit verhaal hebben we het ook nog steeds over de blind geborene. Abuna Michail op oudere leeftijd verloor de kwaliteit van zijn gehoor en zijn zicht. Totdat ook aan hem werd geadviseerd om niet naar de kerk te gaan. En hij was gewend elke dag naar de kerk te gaan. Degene die hem adviseerde zei van, je kan ook gewoon in je cel blijven en daar bidden. Want he, je kan toch niet horen of niet zo goed en toch niet zien. Wat zei hij? Hij zei, alleen al als ik naar de kerk ga en weliswaar niet kan zien, niet kan horen, kan ik toch wel de geur van de wierook ruiken en proeven. En dat doet mij veel meer dan wat ik ooit kan zien en kan horen. Wauw, kijk, dat is liefde waarvan wij allemaal kunnen gaan leren en hopen na te streven. Zo'n heilig man was Abuna Michail. Hoe kunnen we dan deze twee verhalen aan elkaar koppelen? Uiteraard, het verhaal van de blindgeborene betekent, is een spiegel voor ons dat wij blindgeboren zijn en Jezus nodig hebben om ons te kunnen laten zien. Doordat wij in zonde leven. Niet onze eigen kwaad zien. In het duisternis zijn. En met God verlicht hij ons leven. Nog beter zelfs geeft hij ons nieuwe ogen. Waarmee wij op andere manieren naar de wereld kijken. Naar mensen kijken. Hij verlicht ons leven. Maar eigenlijk zou ik het willen omdraaien. Namelijk dat blind zijn juist goed is. Maar niet in het verhaal van de blindgeborene dat we blind zijn in dat wij in de duisternis moeten leven en in zonde moeten leven. Nee, dat bedoel ik niet. Blind zijn in dat wij God blind moeten volgen. Want dat was Abuna Michail. Hij volgde zijn leraar en Abraham bij wijze van blind. Hij deed wat hij hem zei en hij volgde zijn leer op. Zonder het in kwestie te nemen. Zonder na te denken, maar hey, als ik net als mijn leraar alles ga weggeven, wat ga ik dan krijgen? Of hoe ga ik dan kunnen leven? Nee, in volle vertrouwen volgde hij zijn leraar op. Zo eveneens moeten wij in volle vertrouwen als blind zijnde
vasthouden aan Jezus Christus en hem volgen. En niet de geboden die hij ons geeft en de levenswijze die hij ons leert in kwestie stellen. Door na te gaan bij onszelf van, ja maar dat is niet logisch voor mij. Of dat is niet nu toepasbaar. Of ik kan niet zien wat het profijt is. Nee, inderdaad. Wij hoeven ook niet te zien. Wij moeten blind vertrouwen op Jezus. Hij die ons leven leidt. En niet eigenwijs zijn door op andere manieren maar om te gaan. Omdat dat logischer klinkt of lijkt in ons ogen. Laten wij dus blind zijn. Maar blind achter Jezus aan. Want hij is de weg. Hij is het licht. Hij laat ons de juiste weg zien. Maar als wij denken dat wij ogen hebben, verstand hebben, die zelf kan bepalen welke richting hij of zij op moet, dan worden we juist blind. Want dan leven we in het duisternis. Dus we moeten onze eigen ogen sluiten, aan Jezus vasthouden en hem blind gaan volgen. Een discipel zijn van Jezus Christus. Want daar zijn wij toe ook geroepen. En dan, als we dat doen, dan komen we uiteindelijk ook de plek waar hij is beland. Want hij leidt ons de weg naar de hemel, wat uiteindelijk ook ons doel is. Hij leidt ons de weg naar het licht, want hij is het licht. Dus laten we dat leren van Abuna Michail el-Bahiri. En zo steeds en steeds stapje dichterbij komen bij de verlossing, bij de verheerlijking, bij de verrijzenis. Dank jullie wel voor het kijken.